indrukwekkend wat we net zagen. Aan het eind van deze openingsshow zullen we nog met een heel mooi voorbeeld komen als het gaat om samenwerking. Maar nu eerst terug naar het bedrijfsleven. Want 2020 is een bizar jaar geworden. En als we kijken naar 2021, dan zijn de zorgen nog steeds groot. We hopen natuurlijk allemaal dat het meevalt, maar het ziet er vooralsnog niet heel erg goed uit. Over deze uitdagende tijd voor het bedrijfsleven ga ik in gesprek met een man die als premier jarenlang ons land leidde, ook in crisistijd. Intussen draait hij alweer jaren mee in het bedrijfsleven. Noem ik even een paar punten. Commissaris bij ING en extern adviseur bij EY. En daarnaast is hij ook voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jan-Peter Balkenende natuurlijk, ik hoef zijn naam bijna niet meer te noemen. En de CFO van Exact, zijn naam is Alexander Rahuzen, die ook eerder een crisis meemaakte toen hij bankier was bij ABN AMRO. En voordat ik het gesprek inga, goed om te weten, net als jullie luistert ook Bastiaan Gelijnsen van Fokke en Sukke mee. En die geeft aan het eind van dit gesprek zijn reflectie. Heren, van harte welkom. Toch om maar eventjes persoonlijk te beginnen, want het is een bizarre tijd. Hoe ervaart u, ervaren jullie, want we hebben afgesproken elkaar te tutoriëren, dus laat ik daar dan meteen mee beginnen. Hoe ervaren jullie deze coronatijd? Dus ik vind het een heel pittige tijd en het leven is ineens totaal anders geworden. Als je ineens merkt dat de samenleving bijna tot stilstand komt, heeft het enorme gevolgen. En dan heb je aan de ene kant het gevoel van allerlei dingen gaan niet door. Inleidingen gaan niet door, bijeenkomsten gaan niet door, alle buitenlandactiviteiten gaan niet door. Maar tegelijkertijd ook enorme zorg voor die ondernemers die bijvoorbeeld plotseling nul omzet hebben. Dus het is een tijd van zorg en ook wel van wat gaat er gebeuren, wat komt er op je af. En ja, voor mij is het in ieder geval zo van de zaken nemen zoals ze zijn en ook het beste van zien te maken. En dat lukt ook wel. Ja, en je hebt ook een dochter, weet ik, in haar studententijd. Ja, zij is 21. Kijk, en ik denk natuurlijk aan die scholieren en studenten. Het is natuurlijk toch een nare tijd. Het is een tijd van ook plezier hebben met elkaar. En ineens zie je dat je ook nergens mag komen. Je mag niet in de universiteit, de studentenvereniging is dicht. Dat is de realiteit. Dus ik vind het wel heel erg naar voor de jonge mensen die dat mee moeten maken. Ja. Dat deel ik. Ik heb zelf ook 2 tieners, dus weet daar ook alles van. En voor jou, Alexander, je hebt kinderen op de basisschool. Weer heel wat anders. Ja, nou, dat was voor hun zeker in het voorjaar erg lastig. En gingen we natuurlijk thuis helpen met huiswerk of te proberen te helpen met huiswerk. Nu is dat gelukkig heel anders. Maar ik ben het met je eens. Ik vind het een pittige tijd. En wat ik eraan toe zou willen voegen, ik vind het ook een beetje een oneerlijke tijd. Want ik leef dan gelukkig in de omstandigheid dat ik me er vrij goed kan aanpassen. En mijn kinderen ook en mijn gezin ook. Dus dan kun je zeggen, nou, een beetje die grap op televisie met chips op de bank de crisis uitzitten. Maar er zijn heel veel mensen, of het nou in persoonlijke sferen is, die eenzaam worden. Of bedrijven, dat je denkt, het raakt ons wel heel verschillend. En dat vind ik in toenemende mate iets wat me persoonlijk wel raakt. Een oneerlijke verdeling. Nou, sommige mensen hebben er helemaal geen last van, die profiteren ervan. En andere mensen die hebben er extreem veel last van. Ja. En dat wordt steeds weer uitvergroot. Dus de zorg van cohesie, ik zag veel cohesie in het voorjaar, van mensen die elkaar helpen. Ja. Ik hoop dat we dat wel vasthouden en dat we niet meer gaan verdedigen wat we hebben. En dat vind ik de uitdaging voor de komende periode. Deel je die zorg? Ja, ik ben het je eens. Het mooie was in Nederland toen het allemaal begon, het beeld van we komen van elkaar op. We laten elkaar niet alleen oog voor eenzame ouderen bijvoorbeeld. En dat was een soort sfeer van verbondenheid, van zo kan het ook. En dat was een soort gevoel van dit is mooi dat dat men kan meemaken. En nu is de sfeer toch meer aan het verharden, er gaat meer chagrijn ontstaan. Dat is wel een punt van aandacht en zorg. Ja, dat moeten we allemaal in de gaten houden. En laten we dan meteen maar even ook de koppeling maken naar het economisch landschap. Want hoe we met elkaar omgaan, sociaal zegt vaak ook iets qua effecten voor de economie. Hoe kijk je naar de huidige staat van het economisch landschap? Hoe staan we ervoor als Nederland? Laten we eerst beginnen met de structuur van de Nederlandse economie. Matthijs Bouwman, Financieel Dagblad, die telt dan al die verschillende indexen op. En dan kom je tot een soort ranking van landen. En dan staat Nederland op plaats 2. Dus we hebben een sterke economische structuur. Dat is goed. De overheidsfinanciën staan er, zeker in opzicht van andere landen, goed voor. Werkloosheid is, internationaal gezien, laag. Dat zijn dus positieve dingen. Op het gebied van coronabeleid doen we wat minder goed dan Scandinavische landen en Duitsland. En we komen nu wel in een fase dat het wel steeds meer gaat knellen. De werkloosheid begint op te lopen. Er zijn allerlei steunmaatregelen van de kant van de overheid. Dat zal een keertje minder gaan worden. Dus het klimaat is al wat aan het veranderen. En zijn er, denk ik, 2 dingen die ontzettend belangrijk zijn. 1, wat gebeurt met het vertrouwen in de economie? Ja.
Als het vertrouwen tegen gaat zitten, dan gaan mensen zeggen, oh, wacht even, ik ga sparen, ik ga niet uitgeven. En dat betekent minder bestedingen. Of bij bedrijven die zeggen, oh, wacht even, ik wacht nog met mijn investeringen. Dat is natuurlijk ook fnuikend op de lange termijn. Dus één blokje, vertrouwen. En het tweede is Europa. De Nederlandse economie is ontzettend afhankelijk van wat er internationaal gebeurt. We zijn afhankelijk van de export. En we zitten als Europa midden in deze crisis. En dat betekent dat ook je exportpositie ook in het gedrang kan komen. Dus er zijn denk ik twee dingen die mij enorm bezighouden. Het thema vertrouwen en het thema Europa. Ja, en als je het hebt over vertrouwen. We zien nu ook al de banken strenger worden. Hè? Ja. Ik bedoel, die doen een stapje terug. Dat is echt anders nu aan die tweede golf. Dat werkt niet per se goed voor het vertrouwen, denk ik dan. Kredietverlening gaat wat langzamer denk ik. In het begin was het natuurlijk zo van, we helpen ondernemingen. Ja. Banken zeiden ook wel van, eerst waren we toen, 10 jaar geleden, het probleem. Nu zijn we onderdeel van de oplossing. Dat was eigenlijk het beeld wat je daar zit te horen. Maar ook de banken hebben te maken met de eisen die worden gesteld op het gebied van de buffers, de kapitaaleisen enzovoort. Dus ik begrijp heus wel dat banken ook zeggen van, ja, het kan niet altijd zo doorgaan. Mm-hmm. En daarom is het ook van belang dat we proberen wat snel uit deze toestand heen te komen. Dat je in ieder geval zegt, er is een nieuw perspectief. En dan worden die vragen minder klemmend. Maar naarmate dit langer duurt, wordt dit soort zaken lastiger. Minder faciliteit van de kant van de overheid, de NOW, de TOZO, ja. DVL. En tegelijkertijd de vraag van kredietverlening. Ja, wat is de grootste zorg die je hebt? De grootste zorg is de langere duur, de onzekerheid. Ja. Kijk, we zitten in een tunnel. Men is altijd van belang dat je wel een keer het licht ziet aan het eind van die tunnel. Maar het probleem nu is dat we niet exact weten wat gaat er gebeuren. Wanneer komt deze zaak tot een eind? Wanneer hebben we een vaccin? Wanneer is het vertrouwen weer aan terug aan het komen? Dat vind ik het grote probleem van dit moment. Ja, we gaan straks nog een beetje inzoomen op de korte en de lange termijn. Alexander, hoe kijk jij naar deze ontwikkelingen vanuit Exact? Want jullie zullen ook vanuit het klantenbestand bepaalde verschuivingen zien. Ja. Nou ja, wat Jan-Peter op grote schaal ziet, zien wij dan in ons klantenbestand. We hebben heel veel ZZP'ers, accountants en MKB. En je ziet dat ze heel op verschillende manieren geraakt worden door de crisis. Dus bijvoorbeeld accountants hebben het op het moment buitengewoon druk. Ja. Die krijgen een grotere rol en die moeten natuurlijk ervoor zorgen dat ondernemers tijdig hun cijfers op die manier kunnen aanleveren. Dat ze de NOW-regelingen kunnen aanvragen. Maar we zien dat een aantal MKB-sectoren uiteraard, letterlijk zien wij ze afschalen. We zien dat ze gewoon minder gebruikers hebben. Op het moment dat je in een sector zit die geraakt wordt, of dat nou evenement of horeca is, zien we gewoon minder activiteit. En ook ZZP'ers zien we in toenemende mate minder opdrachten krijgen. Dus wat we in het groot zien, wat Bouwman beschrijft, zien wij in het klein letterlijk gewoon in de omzet en productiegetallen van onze klanten. Dus dat is wat wij hier waarnemen. Ja, dus jullie zien ook de zorgen die Jan-Peter Bakken en de deelt, die zien jullie ook terug qua verschuivingen. Nou zei ik al eventjes bij de introductie, het is mooi om even ook een vergelijk denk te maken met 2008. Ja. Je was toen premier, jij was bankier bij ABN AMRO, we weten wat daarvan gekomen is, toch? Ja, heel veel gebeurd. Ja. Ik ben nog zo gek in die tijd, toen ik premier was. Dan kom je in het buitenland. Who are you? Nou, I'm prime minister of the Netherlands en part-time banker. Omdat wij natuurlijk destijds Fortis moesten overnemen. Dat is natuurlijk een heel gek iets. Ja. Als je nu, en dat is jouw vraag ook, van de vergelijking maakt tussen toen en nu. Kijk, ik ben nog zo goed. Het was augustus 2008. Overleggend kabinet. Praat over de begroting van het volgend jaar. Laagste staatsschuld als percentage nationaal inkomen. Begrotingsoverschot de rest van de periode, augustus 2008. En binnen een maand tijd was de hele zaak gekanteld, Lehman Brothers. En toen begon het met een financiële crisis in de Verenigde Staten, dat was de eerste. En toen was de vraag, gaat die financiële crisis nu overslaan naar de reële economie? En daarna was de vraag, gaat die Amerikaanse crisis overwaaien naar Europa? Zo ging het. En we hebben natuurlijk dat hele fenomeen destijds gezien. Financiële crisis, hoe kun je banken overeind houden, de verzekeringsmaatschappijen. Zorg dat het financieel stelsel niet onderuit gaat. En vervolgens natuurlijk de vraag, hoe hou je de economie overeind? Dan heb je steunmaatregelen. Als je dat nu vergelijkt met de huidige situatie, dan zie je dus een heel ander beeld. Want nu is het een gezondheidscrisis, zo begon het. Ik ben nog voor jij in Wuhan geweest, voordat alles begon. En dan we rondgelopen. Het was een heel andere situatie. En ineens is Wuhan gekomen. We zagen de gezondheidscrisis. Eerst in China, toen Europa, Verenigde Staten. Daarna krijg je de enorme economische ontwikkeling. Want het maatschappelijk leven viel tot stilstand. Je krijgt enorme economische consequenties. En je krijgt ook nog eens een keer maatschappelijke issues. Gevoelens van onzekerheid, boosheid, populisme. Het komt allemaal. En wat nog een ander verschil is. Kijk, in 2008 merkte ik dat er een houding was, internationaal, tussen regeringsleiders. Hier moeten we samen aan werken. Mm-hmm. Ik herinner me nog de G20 in Londen in maart 2009.
En er was een sfeer van, we zitten midden in de financiële crisis, we hebben elkaar nu nodig. En dat is nu anders? En ik vind de sfeer nu anders, want het gaat om wie heeft de wereldsuprematie? Is het Amerika of is het China? Europa is een soort battlefield geworden, waar dingen worden uitgevochten. Dus de sfeer, de verbondenheid tussen landen is anders geworden. En dat kan ontzettend veel impact juist absoluut, nu hebben, toch? Absoluut. Ja. Kijk, en dat maakt mij zorgen. Juist als je midden in een groot probleem zit, dan heb je een gemeenschappelijke strategie nodig. En als dan dat wordt vermengd met nationale belangen of geopolitieke belangen, is dat een riskant iets? Ja, komen we daaruit, denk je? Weet je, en je moet eruit komen. Maar ik zeg ook altijd in de contacten die ik internationaal heb, het is niet alleen Trump tegenover president Xi. De wereld bestaat ook uit ondernemingen en universiteiten en maatschappelijke organisaties en steden en regio's. En ik zie gelukkig heel veel mensen die heel positief zijn. Ik merk dat er bedrijven zijn die wereldwijd zeggen, wij maken ons zorgen om klimaat. Of we moeten meer circulair gaan denken. Dus je hebt ook een krachtenveld dat anders is dan het geopolitieke spel wat je ziet. Dat geeft me wel hoop. Oké, maar die spanningen die gaan dus en positieve zaken komen uiteindelijk bij elkaar. Als we het vanuit jouw perspectief bekijken. Je was natuurlijk toen bankier in 2008. Dus keek ook naar die persconferentie. Ik keek naar persconferentie. Aan de andere kant. Ja. Ja, klopt. Hoe voelde dat? Op dat moment voelde dat heel bevrijdend. Omdat ik op dat moment aan de andere kant zag. En ik gewoon elke ochtend, als ik mijn computer aandeed, zag dat er weer 500 miljoen weggas. Ja. Dus dat het een volkomen onhoudbare situatie was geworden. Die gewoon niet meer te redden was. Want het was een combinatie van een hele verkeerde overname. Die door het consortium gedaan is. En daarna kwam de financiële crisis. Nou, dat was dus gewoon het einde van het verhaal. Dus ik zie dat als. Ik heb dat als een hele emotionele periode meegemaakt. En dit kwam toen als een opluchting? Dat is in ieder geval wordt er ingegrepen, want de consequenties van een grote financiële instelling die niet meer functioneert, die zijn dermate groot dat je dat toen Jan-Peter met Wouter Bos ook besproken heeft, dat dat niet een verstandige optie is. En dat opzicht, ik ben het helemaal eens, het is een volkomen andere crisis. En mogen we heel blij zijn dat de afgelopen 10 jaar er heel veel gedaan is. Niet alleen aan de overheidsfinanciën, waardoor we ons dit kunnen permitteren. Maar dat gelukkig ook die financiering en de buffers en de manier waarop banken gefinancierd zijn, de afgelopen 10 jaar er heel anders uitziet. Ja. Dus we hadden het niet omgekeerd moeten hebben. Dit is de betere volgorde. Laten we ook het positief bekijken. Dat we nu in een situatie zitten en dat we dat nog best een tijd kunnen uitzingen. Ja, in ieder geval als voor onze. Ja. Zeker, maar aan de andere kant, wij leven natuurlijk wel nog steeds op hele, met een hele grote schuldenpositie. Hè? Ja. Kijk even naar onze hypotheek. Zo kunnen we nog wel meer zaken noemen. Ja. Dus dat kan ook wel een spanning teweeg brengen als dit te lang duurt. Ja. Nou ja, dan komt eigenlijk het punt van hoe lang en wat voor licht aan het eind van de tunnel zien we en hoe lang is die tunnel? En niemand weet het. En ik denk ook niet dat je een antwoord op die tunnel moet geven. Maar ik denk wat dan, in ieder geval zo proberen wij dat te doen. Wat dan helpt is om dan toch een aantal scenario's met elkaar te gaan schetsen. Stel het duurt nog 6 maanden, stel het nog 1,5 jaar, stel het nog 2 jaar. En probeer dan eens te berekenen wat gebeurt er dan als dat gaat gebeuren. Omdat mensen wel op zoek zijn, denk ik, naar een vorm van houvast. Zeker. En ze moeten ook op een gegeven moment ook begrijpen dat als het nog een jaar duurt, dat we dat in ieder geval in Nederland volgens mij nog best kunnen rooien. En dat zou dan ook kunnen helpen dat mensen op een gegeven moment ook weer besluiten van ik durf toch een stap te zetten. Want het laatste wat we volgens mij moeten doen, ik weet niet hoe jij dat ziet, is dat we nu als een stel konijnen in de koplampen gaan schijnen. Nee. Dat kan ook helemaal niet. Je hebt al, precies wat je zegt, je hebt altijd perspectief nodig, dat is cruciaal. Ja. Je merkt alleen wel dat in de analyse er steeds verschillen zijn. Want een paar economen, een paar weken geleden, die zeiden nog, het oude normaal is volgend jaar in de zomer weer terug. Ja. Diezelfde economen die zeggen na de nieuwste cijfers, wacht even, we hebben toch meer problemen. Dus je hebt die analyse. Het is me ook opgevallen, begin van de crisis, dan was we krijgen een V, een diepe val en dan gaan we weer terug. Ja. Toen was het, we kunnen ook meerdere golven krijgen, krijg je een W. Ja. Maar het kan ook zijn, we gaan terug en dan gaan we weer naar terug en dan gaat het weer goed. En dan heb je een U. Of het blijft slecht, is een L. En nu hoort de laatste tijd een K. Ja. En een K betekent sommige sectoren, die doen het gewoon goed. Ja. Ik denk exact zo'n voorbeeld van, dingen blijven gewoon, je bent sterk. Ja. Je hebt in een sector, dan kan het ook. Dus die bedrijven die pakken het op. Ja. Maar je hebt ook sectoren die onderuit gaan. Ja. En dat is ook een beeld van deze economie. Het is niet allemaal kommer en kwel. Ja. Je moet heel goed kijken in welke sectoren slaat dat toe. Ja, oké. Maar als we dan toch even nu korte en lange termijn gaan scheiden. Hè? Ik bedoel, wat zien jullie nou op de korte termijn op ons afkomen? Ook voor ondernemers. Ja. Als het gaat om kansen en bedreigingen. Want
de uitgangspositie van Nederland was redelijk goed. Maar we zien nu wel dat er... begonnen met de gezondheidscrisis, nu slaat het op de economie. Ja. Dat kan een hele giftige cocktail worden. We weten eigenlijk niet welke kant het op gaat. Hoe kunnen we toch richting zoeken? Ja. Eerst ben je alles met scherp analyseren. En dat betekent dat je moet kijken wat staat ons de komende tijd nu te wachten. En dat betekent dat de maatregelen daarop geënt moeten zijn. Bedrijven hebben die kredietverlening van banken nodig. Er zijn de maatregelen van de overheid, die moeten voorlopig worden gecontinueerd. Dat kun je gewoon niet doen. Ik denk ook dat het van belang is dat burgers en ondernemers ook weten van er zullen een keer andere tijden komen. En pas op dat er een sfeer van neerslachtigheid gaat ontstaan. Dat is het ergste wat je kunt hebben, want dan krijg je een soort self-fulfilling prophecy. Dus de kunst is om die stappen te zetten die weer vertrouwenwekkend zijn. Ook hoop geven. En ook kijken van hoe kun je als ondernemer bijvoorbeeld andere dingen gaan doen. En ik zie ook een hoop vitaliteit, dat is de andere kant van het verhaal. Maar het ergste wat je kunt hebben is vermoeidheid, neerslachtigheid, geen perspectief hebben. Ja. Was dat ook in 2008 iets wat jou hielp om zo naar de zaken te kijken? Ja, precies wat jij net vertelde. Ik werd gebeld door Noud Wellink. En die zegt, zoveel aantal mensen gaan weg bij de Fortisbank bijvoorbeeld. Ik kreeg van ING telefoontjes, dat en dat doet zich voor. Dat was een sfeer die buitengewoon kritisch was. En het grootste gevaar is dan, als je dan niet tijdig opereert, dan ga je echt moeras in. En dat was ook de reden we hebben gezegd van we moeten onconventioneel gaan opereren. We moeten een bank overnemen, gaan steunverlening doen. En in het landen gebeurt ook heel erg veel. Dus cruciaal is dat je op zo'n moment heel scherp analyseert van wat gebeurt er. Zorg dat het vertrouwen in het financieel stelsel niet wegvalt. Neem die stappen waardoor je vertrouwen kunt genereren. En daarnaast neem steunmaatregelen om de economie te helpen. Ja. En dat heeft uiteindelijk wel gewerkt, denk ik. Wat zie jij, Alexander, als het gaat om die korte termijn? Welke kansen, bedreigingen zie je op ons afkomen? Voor die ondernemers, hè? Ja, ik denk voor ondernemers dat natuurlijk de trends die we zagen, die versnellen. Dus ik denk dat je een acceleratie ziet van wat al een tijdje een spelende was. En of het nou digitalisering gaat, werk op afstand, bepaalde sectoren die vonden dat de beweging te langzaam was, of het nou in de zorg was of in het onderwijs, dat krijgt gewoon versnelling. Als ik met mijn collega's CEO's en andere bedrijven ook spreek, die zeggen het is niet dat we nou totaal nieuwe businessmodellen gezien hebben de laatste maanden, maar we zien wel in onze business dat bepaalde trends die we zagen gaan heel snel. Naar boven en naar beneden. Dus wat helpt is als je ook een wat meer gediversifieerde business line per definitie hebt. Waarin je dingen die beter gaan kunt opvangen met dingen die slechter gaan. Dus één les is, het is prettig als je iets meer diversiteit überhaupt in je business model hebt. Maar ik denk dat gewoon een aantal dingen, of het nou over verduurzaming gaat of over digitalisering. Dat gaat nu echt een versnelling krijgen, denk ik. En misschien zou dat wel eens tot een versnelling van arbeidsproductiviteit kunnen zorgen die we over 1 of 2 jaar zien, die anders niet was gekomen als we in het tempo waren doorgegaan van voor, nou ik noem het dan maar, corona. Ja. Ja. Dus ik kan me nog heel goed voorstellen, en laat ik een heel klein voorbeeld nemen. Ik was gewend, want zo ben ik toch opgevoed, elke dag ga ik naar kantoor, dus ik kom uit Amsterdam met de auto hier naartoe en weer naar huis. Ik heb al gezegd, na corona ga ik dat niet meer doen. Natuurlijk kom ik naar kantoor, maar ik ga ook gewoon thuis zitten als ik thuis kan werken. Ja. Nou, heel klein voorbeeldje. Maar zo zullen een heleboel mensen hun gedrag, medewerkers, klanten gaan hun gedrag, denk ik, blijvend veranderen. Oké, en dus moet je veel meer grip krijgen ook op die klanten, hoe ze zich gedragen. Wat zijn mooie voorbeelden die jullie nu zien? Want laten we ook vooral niet bij de pakken neer gaan zitten, ook de positieve voorbeelden. Weet je, er zijn natuurlijk bedrijven die ineens merken van ik kan niks meer doen. Ik hoor het verhaal van een rijschoolhouder, die ging ineens VR-cursussen geven aan zijn leerling. Ik vind het gewoon prachtig, doe iets anders. Er zijn genoeg mensen in de catering die ineens met online activiteiten aan de slag gingen en met thuisbezorgen. Zoiets pak. Reisbureaus die ineens zeggen, wacht even, gaan ons focussen op Nederland. Wat voor moois kun je hier allemaal meemaken. Een groot bedrijf als DSM die ineens met desinfectiemiddelen komt. Je merkt dat die ondernemers die op het ogenblik zeggen van nou, dit is de situatie. Maar ik heb ook een idee om het anders te gaan doen. Ja, die zijn sterk. En er zijn heel veel van dat soort voorbeelden. Ja. En dat is mooi omdat ook... Jij ziet ze ook, denk ik. Ja, mooie voorbeelden zijn mensen. Coaching moet altijd face-to-face. Ja. Dat hoeft dus niet. Ja. Opleidingen moeten face-to-face. Dat hoeft niet. Zorg. Je hebt een hele interessante dialoog nu tussen huisartsen die zeggen, ik kan dat ook prima op afstand doen. Welke voorbeelden zie je dan bij het eigen bedrijf van klanten die bijzondere dingen doen?
Nou, bijvoorbeeld een zorgverlener, Be Well Innovations, die hadden al een soort testkiosk ontwikkeld om testen vooraf te kunnen gaan doen. Die kunnen dat nu versneld uitrollen, want er is heel veel behoefte aan pre-screening voordat je het ziet of in het ziekenhuis. En dat je dan al kaf van het koren kan leiden. Maar die hebben ook een app ontwikkeld, zodat je de klant of je patiënt op afstand kunt gebruiken. Ja, in het verleden was dat een leuk idee en nu is het bittere noodzaak. Ja, dus we zien wel degelijk die voorbeelden. Ja, ik heb nog contact met Jacco Vonger van MKB Nederland en Hans Biesheuvel van ONL. En die noemen ook allerlei mooie voorbeelden. Eén wat jij nu een beetje noemt over online dingen. Johnny Boer bijvoorbeeld, Libreij in Zwolle, die ineens online kookkurs gaat geven. Dat gebeurt allemaal. Ja. Ja, mooi. Je moet uiteindelijk gewoon iets doen en niet stil blijven zitten. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Probeer ik zelf ook te doen. Als we nu, want we moeten een beetje naar een afronding ook toe. Als we kijken naar de lange termijn. Wat komt er op ons af en hoe kunnen ondernemers zich het beste gaan bewegen? Wat zou dan jouw advies zijn? Kijk, een ondernemer staat in die maatschappij. Er was een tijd geweest van het gaat om aandeelhouderswaarde. Of, en natuurlijk moet je rendementen boeken. Maar de onderneming vandaag en morgen is een onderneming die midden in de samenleving staat. Dat betekent ook dat je je bedrijfsmodel moet enten op wat nodig is. Ik vind zelf een thema, als je zei het al, duurzaamheid ontzettend belangrijk. Als je daar niet op inspeelt, dan is het verlies gegarandeerd op langere termijn. Inspelen op digitalisering, maar ook artificial intelligence. Ik merk ook internationaal dat er is veel meer aandacht is de laatste jaar over wat is de betekenis daarvan. Ja. Nou, een ondernemer die midden in het leven staat, die zal oog willen hebben voor die nieuwe ontwikkelingen. Nou, en als je dan creatief bent, dan ben jij de winnaar van morgen. Ja, en vandaar ook die mooie button hier, hè? Ja, van de Sustainable Development Goals. Ja, dat wordt gewoon heel belangrijk om daar, hoe klein of groot je ook bent, om daar rekening mee te houden. Wat er net over de verdeeldheid in de wereld, hè, maar die SDG's, die Sustainable Development Goals, die zijn juist bindend. Ik merk waar je komt in de wereld, van als je ineens dit logo ziet, dan heb je een gemeenschappelijke taal. En ik denk dat het zo nodig is in deze tijd om te zeggen van, we hebben in deze wereld, in deze planeet, een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het goede voor de mensen te doen. En als je dan dat koppelt aan jouw rol als ondernemer, of in de universiteit, of in het onderwijs, of in steden, en je maakt gebruik van, heb je een geweldig set aan inspirerende doelen. Dat is heel erg belangrijk om vast te houden. Wat zou jouw advies zijn, lange termijn? Wat doen als ondernemer? Nou ja, ik hoop dus dat ondernemers ook het overzicht hebben om die beslissingen te kunnen nemen. Dan denk ik dat inderdaad AI kan helpen, omdat je dan veel sneller en eerder inzicht hebt wat mijn financiële situatie nu is. Kan je helpen om je eigen investeringsplannen of financieringsplannen te verwezenlijken. Kan je ook helpen om niet te veel aandacht aan je administratie te schenken, maar aan wat voor ondernemingen wil ik gaan doen. Nou, en dat zijn thema's waar wij als Exact graag de ondernemers bij helpen, zodat ze meer ruimte overhouden om over hun onderneming en onderneming na te denken, dan dat ze zich bezighouden met, ik noem het dan maar, de randverschijnselen eromheen. Ja. Ja. Misschien één ding aan toevoegend. Je kunt ontzettend veel leren van mensen in de sport. Ik hou ervan om sporters te horen, naar sporters te luisteren. Max Verstappen natuurlijk. Hier in deze omgeving. Dank wat Exact heeft gedaan voor Max. Maar ik heb gevraagd niet op Albert. Ik zeg, Joop, wanneer kan een topsporter nu excelleren? En hij zegt, dat hangt van twee dingen af. Tuurlijk moet talent hebben, anders werk je nooit. Maar het gaat altijd om strategie en team. Beide moeten op orde zijn. En de strategie heb ik een beetje over gehad, van je hebt een andere werkelijkheid, dus maak zorg dat je strategie op orde is, maar tegelijkertijd investeer in je team binnen je organisatie, dat je mensen mee kunnen doen, dat je luistert aan jonge mensen in het bedrijf. Ik denk dat als je die twee zaken op orde hebt, team en strategie, dan kun je winnaar worden. Ik denk dat het een heel mooi punt is om het mee te beëindigen en durf mensen ook nieuwe dingen te laten doen en niet alleen maar in de ellende te blijven zitten. Dank heren. En natuurlijk zijn we heel erg benieuwd wat Bastiaan Gelijnsen van Fokken en Sukken van dit gesprek gemaakt heeft. Bastiaan, wat is jou opgevallen? Ja, laten we gauw gaan kijken of Fokken en Sukken het gesprek aan tafel net zo beleefd hebben als de kijkers thuis. Waar je nu ook mensen neerzet die beginnen om te beginnen over de crisis. En het is natuurlijk nogal een jongen en de impact is groot. Jan-Peter Balken en er zei, hele industrieën komen tot stilstand. Nou, Fokken en Sukken hebben daar ook last van. Fokken en Sukken hebben al maanden geen reet te doen. We hebben te maken met een enorme vraaguitval. We hopen dat in 2024 de vraag naar wc-papier weer aantrekt. Ga je dan toch, als je Balken en aan tafel hebt, ga je een vergelijking maken met de kredietcrisis van 2008. Wat was erger? Nou, dit is een grotere, dit is meer wereldwijd. Maar ik denk dan, het kan natuurlijk altijd nog erger. En Fokker en Sukker hebben dat ook.
Fokke en Sukke zijn wel wat gewend, crisis. Dit is toch helemaal niks vergeleken met die crisis met mijn ex toen ik onze trouwdag was vergeten. Wat zijn nou de gevolgen van zo'n crisis? Alexander Rahuse benoemde bijvoorbeeld dat hij vroeger altijd de hele tijd in de auto zat van hot naar her. En eigenlijk blijkt dat helemaal niet zo nodig te zijn, omdat je gewoon ontzettend veel online kunt doen. Fok en Sukke die moesten ook even schakelen. Fok en Sukke moesten flexibel reageren. Gelukkig is de klantenkring nogal goedgelovig. Onze online aromatherapie is een groot succes. En dan tenslotte ook iets wat Alexander zei, van ja, wat kun je nou leveren in zo'n tijd? En dat is onder andere dat je met artificial intelligence allerlei taken kunt laten uitvoeren door de computer, waar die ook eigenlijk veel beter in is dan wij. En dat je dan als adviseur, accountant, wat je ook bent, veel meer aandacht aan je klant kunt besteden. Fok en Sukke die hebben daar ook meer tijd voor. Fok en Sukke hebben meer tijd voor de klant. Dus volgens u zijn de kwartaalcijfers veel te negatief? Dat gaan we dan meteen rechtzetten. Dat is het voor nu.